Hey mensen, dit is Greg Kees van Droog En welkom op de nieuwjaarsbespreking van Steen Droog. Um, dit is eigenlijk Ja, wat er in het nieuwe jaar gaat komen. En wat ik nog voor het nieuwe jaar wil bereiken. Um, als eerste natuurlijk de series. Ja, um, yeah. uh, Minecraft. Minecraft. Daar heb ik twee delen van. hardcore survival. Minecraft zal komen wanneer ik er zin in heb. Ik, misschien ga ik de serie elke zaterdag doen of zondag. Of zoiets. Zo'n een keer dingen. Ja. Ik denk dat ik dat iets ga doen. Maar dat weet ik niet zeker. Maar als ik er zin in heb, gaat Minecraft gewoon door. En als er nog leuke series komen, dan gaan ze gewoon ook door. Dan hebben we Pokémon. Ik maak deze Pokémon af. Misschien had ik ooit nog Pokémon Red of zo gaan doen. Ooit. Maar dat zal niet zo snel komen. Dat zal misschien volgend jaar komen. Um, dan na Pokémon komt er sowieso een Force Force Let's Play. Weet je wel. Van. Uh... Dingen. Uh, selde, de lijn tussen dezelfde Force Wars met Bram en Robert. Robert, je weet wel, die dikke. Dat is Robert. Uh, voor de rest wil ik ook nog aankondigen dat ik vooral in de toekomst Nintendo games ga doen. Er zijn. Uh, dan kan je zeggen van. ja Call of Duty is veel betere game dan, dan die nintendo dingen En weet je wat het probleem is? Dat, dat, dat hebben meerdere lets players tegenwoordig. Die, die vinden dan. Ja. Nederland, wacht even, pak Nederland Hoeveel Nederlandse Nintendo Let's Players kennen wij Hier in Nederland die enigszins een klein beetje Bekend zijn, die ik ken Ik ken, dan maar liefst Ehm, um, ik ken Nienwezen Ik ken The Gaming Dutchman Ik ken Dutch, eh, uh, Dutch Place, ofzo Ja, dat ik weet niet precies hoe die heet, maar die doet een Skyward Sword. Laatst bij als je gewoon Skyward Sword Dutch opzoekt, dan zou je hem vinden. En mezelf. D dat zijn de enige Pokémon. Nee, Nintendo-series die je kan. En voor de rest is het alleen maar Minecraft: Minecraft, Call of Duty, uh, Call of Duty, Saints Row. Dat heb ik nog gezien. La for dat en al die shit. Dat is allemaal wel mooi. Ik vind het, het zijn zeer leuke spellen, maar er zijn veel te weinig Nintendo Let's Players. Kom op, ben het wel mee eens. Iedereen, ik vind dat iedereen daar wel even mee eens moet zijn. En daarom ga ik in het vervolg ook veel Nintendo Let's Plays doen. Niet alleen maar, want er komen ook nog uh, indie games. Als er een keer een leuke indie game uit, dus doe ik graag tussendoor. door. Indie games, dat zijn, uh, kun je veel The Binding of Isaac nog kunnen herinneren. Terraria is een indie game, Minecraft is een indie game, zulke games. Als die nog komen, dan doe ik ze ook wel. Dat vind ik uh, leuk. Uh, nog even uh, via de rest films die nog komen. Uh, voordat uh, op auto nieuw, ga ik uh, het jaar bespreken wat er in het jaar gebeurd is. Hoe mooi, wat er voor de rest nog gebeurd is. En dan, op, dan ja, dat is dan zo'n filmpje die ga ik dan sowieso maken. Ik weet niet of het met camera wordt. Misschien wel. Misschien niet. Ik hoop dat ik wel mijn microfoon. Nou, waarschijnlijk nog niet. Want die ik waarschijnlijk pas volgend jaar. Aan het begin volgend jaar. Um, ja. En dan wil ik verder. Het belangrijkste. Het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen. Is. Um, tegenwoordig krijg ik minder abonnees. En dat maakt me niet uit. Dat maakt me helemaal niks uit. Maar. Uh, het maakt me niet uit of ik abonnees krijg. Maar ik zou het heel. Maar ook okay, heel fijn vinden. Als jullie mijn video zouden delen. Misschien niet deze. Een andere. Als je een keer een leuke video ziet, deel hem. Uh, vertel. Zeg gewoon op Facebook. Van hé, hey, ik kan iets leuks. Steenroog. Moet je een keer zoeken. Of op Hive of zo. Dat zou me zeer fijn. Dat zou ik zeer fijn vinden. Ook al, ook al kijk je mijn filmpjes niet. Misschien zijn er andere mensen die het leuk vinden. Maar ik wil geen abonnees die mijn filmpjes niet kijken. Omdat. Uh, ja, daar heb je niks aan. En ik wil volgend jaar graag ook partner worden. Hoop ik te gaan lukken. Ik denk ook wel dat het me kan lukken. Ik ben wel goed genoeg daarvoor. Of zoiets. Nee. Niet in die zin. Maar ik hoop dat het me dan gaat lukken. En het gaat me denk ik wel lukken. En dat is wat ik verder wil zeggen. Dus je hoeft, deze video hoeft je niet te liken. Maar like voor de rest mijn andere video's. En deel alsjeblieft nu wat. Oké. Okay. Ik ga zeggen. Als ik. Voor, ik, ik wil graag. Het nieuwjaren met 650 abonnees. Dat is toch wel te doen. Deel ze gewoon met je vrienden en zeg gewoon, hé, hey, kijk gewoon dit een keer. En dan denk je vrienden, ja, ik vind het goed. En dan misschien denk je vriend wel van. Een vriend van je wel van. Nou, wat is voor kut zo. Maar van, misschien kijken een andere vriend wel. Hé, hey, dit is eigenlijk best wel grappig. Laat eens op abonneren. Dat, dat, dat is wel wat moeite. Maar doe het voor mij. Ik maak voor jullie namelijk uh, zoveel mogelijk filmpjes. Altijd. En dan wil ik. Dat ik niet achter wat we terug willen. Jullie doen al genoeg voor mij, zoals ze kijken. Maar het zou fijn zijn als jullie ze ook even delen. Oké, Dit was even de nieuwjaarsbespreking. Dit was geen Kees van Steen de Ik hoop dat jullie de nieuwjaarsbespreking leuk vonden. En ik zie jullie bij het volgende filmpje. Yo!